Hoi en leuk dat je kijkt naar de PCC-tutorial Spelen voor de camera. Mijn naam is Christian Kuivenhoven, ik ben oud-winnaar van het Prinses Christina concours. En in deze video wil ik je graag 3 tips geven die je kunt gebruiken als je moet optreden. En die tips kun je vooral gebruiken wanneer je moet optreden als er een camera op je gericht staat. Tegenwoordig hebben we de hele dag allemaal media om ons heen. En misschien doe je het zelf ook wel dat je met je smartphone de hele dag van alles aan het filmen en aan het fotograferen bent en dat dan online post. Als muzikus heb je daar ook steeds meer mee te maken. Steeds meer optredens en concerten worden gefilmd en bijvoorbeeld gelivestreamd op YouTube. Maar als je daar dan zelf staat op te treden en er is ineens een camera op je gericht, kan dat heel anders voelen dan wanneer je alleen voor een publiek speelt. Het kan ineens zo zijn dat je niet meer gewend bent aan het gevoel wat je normaal gesproken hebt als je een concert geeft. En daarom heb ik in deze tutorial voor je 3 tips. Tip 1. De voorbereiding. Met voorbereiding bedoel ik in deze tutorial eigenlijk alles wat niet te maken heeft met je musiceren. Alles wat te maken heeft met de fysieke ruimte, de zaal waarin je speelt. Het is heel belangrijk om je daar ook op voor te bereiden. Tijdens je repetities middags kun je de zaal gaan verkennen en in je op gaan nemen. En dat begint bijvoorbeeld met het podium waar je op staat. De volgende keer als je het podium opgaat of een concert moet geven, ga dan eens kijken en verkennen hoe dat podium er nou eigenlijk uitziet. Neem dat in je op. Loop er een rondje overheen. Kijk hoe groot het is. Kijk wat er allemaal staat. De lessenaars, de lampen, de vleugel. Misschien zelfs ook een camera. En neem dat in je op, zodat het een vertrouwde ruimte voor je wordt. En doe hetzelfde met de zaal. Ga eens de zaal in. Ga eens kijken hoe het eruit ziet vanuit het publiek. En stel je dan eens voor, als je naar dat podium kijkt, dat jij daar staat. Dit type voorbereiding noemen we visualisatie. En is heel belangrijk en kan je heel erg helpen om te ontspannen als je straks voor het publiek en voor de camera's op het podium staat. Tip 2. De camera. Een camera is eigenlijk een heel erg raar ding. Het is net een soort groot oog, een soort vergrootglas dat naar jou kijkt, dat alles ziet en jou de hele tijd beoordeelt. En als zo'n camera dan ook nog eens bij jou op het podium staat, is het een soort indringer in jouw ruimte. Maar een camera is eigenlijk niets anders dan een camera. Het is een ding. Het denkt niet na. Het enige wat het doet is dat het filmt en het luistert naar je. Het neemt jou op. Om vertrouwd te raken met de camera kun je een hele simpele oefening doen thuis. Pak je smartphone en neem jezelf op. Druk op record en ga spelen. Misschien dat je dan ineens heel erg zenuwachtig raakt. Misschien ga je ineens allerlei fouten maken die je normaal gesproken niet maakt. Dat is helemaal niet erg. Er is niemand die die video ooit hoeft te zien. Maar gooi hem niet weg. Blijf net zo lang spelen of probeer net zo lang een video te maken totdat het goed gaat en totdat je je vertrouwd voelt met dat een camera op jou gericht is terwijl je aan het spelen bent. En later kun je die video's even terug gaan kijken en leer je ongetwijfeld een heleboel van wat je zelf doet. Tip 3. Het is jouw optreden. Wanneer jij het podium oploopt, is het podium ook echt van jou. Jij mag jouw optreden invullen zoals jij dat wilt. Er zijn geen regels waar je je aan moet houden. Zorg dat je vrij beweegt. Wees ontspannen in je schouders, in je benen, in je hele lichaam. Zorg dat je lekker ademhaalt en kijk om je heen. Blijf kijken als je oploopt naar het publiek, naar de ruimte die je in stap 1 van deze tutorial hebt ontdekt. En zie dat die ruimte nog precies hetzelfde is als toen je 's middags aan het repeteren was. Onthoud dat iedereen voor jou gekomen is om jouw allermooiste spel te horen. Veel succes, toi 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 en take it away.